Oh, heerlijk, hè? Nu feels gewoon dat de maaitje er weer aan komt. Ik had zo'n zin in een simmer. Doe ik. Wat fijn trouwens dat je het zocht. Je is mij. Zie ik je met de squal op. Je weet iets heel bijzonders dan. Weet je wat? Voetballen! Voetballen, natuurlijk! Ja, dat is heel gezellig, maar we kunnen iets oors doen. Als we dat vieren, komen we te letten op school. Nou? De tiert voor u zetten! Ja, want we hadden in deze check hoe simmertiert. Want komend weekend gaat de klok een oren vooruit. Maar wat voor gevolgen had dan op het klokje in ons lief? En hoe werkt onze biologische klok? Kunnen we die lekker makkelijk vooruit zetten? Dit alles en meer naar het... Lessenhuis! Haast 60% van de Friezen had ouderende week zien of haar stem uitbracht van de provinciale statenverkiezings. Dat is heger als het gemiddelde van Nederland. Dat Friezen graag stemmen van de provinciale staten had te krijgen mij dat Friezen van alle Nederlanders het meest grutsk op haar provincie binnen. De winnaar van de verkiezings in Friesland was het CDA. Zij kregen de meeste stemmen. De grutte verrassing weer Forum voor Democratie. Een nieuwe partij die voortendadelijks een heel grut pad van de stemmen kreeg. De twa tigers die zo'n 2000 zontje in het roofbeste opvangcentrum in Nije bekeep werden, binnen verstoorn. Goed oorlierlien kwamen Sayeda en Sultan uit het Syrische Aleppo naar Friesland. Beide bisten weer een slim verzwakken doet ze in Friesland oonkamen. Het ging eerst wel beter met de tigers, maar toch zouden de bisten het net redden. Nevens de biste dokter hadden ze te min eten kregen doet ze liets weer. We trochten ze net sterker nog weer en uiteindelijk nou stoorn. Boetenwijzen en timmeren, dat vinden Pieter en Daniel van Twieselerheide het mooiste dat er is. Dan doe ik wat, want als ik op trampoline ga, dan vervuil ik mee. Dus dan ga ik gewoon op timmeren en dan bouw ik weer iets en dan denk ik, oh ja, kijk, ik wil een meisje. En dan steeds heb ik weer nieuwe ideeën. Grutsk binnen de jongens op deze hut die ze te Gerre in elkaar timmeren hebben. Maar dit buske is het pronkstuk van de man. Alle dagen geven ze je mij op een paard. Het buske van de baas. Het liefst even naar Paken en Beppe. Je hebt vaak naar Paken en Beppe? Ja, daar hebben we dan een snoepkast even. En dan praten wij even en dan gaan wij weer verder. Hey, waar vind je wat aan je zin in de cementeert? Je vader? Ja, ik kan lekker zwemmen. Lekker zwemmen, ja. Oh, lekker hier. Dat het aansen weer een oerenlange ljocht is. Oh. Maar waarom doggen we dat eens? Verschil maatje tussen de wintertiert en de simmertiert. Ja. Nou ja, dat is van zelfs al hier de schuld van de zinnen. Oh. Dan hier die zien ljocht maar wat eerlijke verdelen matten. Want de zinnen die levert u een minnenstreek. Ja. Die skient in de simmer volle langer als in de winter. Als het in de winter maar een squallig is het nog maar kwalijk ljocht. En bij het jongzieten is het alweer tjuster. Ja. En simmerdijs is de zinne er al lang als het van bed komt. En maast jongens bij dijljocht alweer sliepen gaan. Hartstikke onhandig dus. Daarom hadden mensen de simmertiet betocht. Want als het moaans saïre betiert ljocht wordt, wielst elk nog op bed luid, dat is een schande. Ja. Maar jongens, als stobe ziek is die sliep te komen, is het wat in huid en mem wel makkelijk als het een oeke lange ljocht bleelt. Dan hoegen de lampen in hoes net om en de kachel lek net. Dat scheelt dus energie, die we ommers gratis en vergees van de zinnen krijgen. Ja, ja. Probleem is alleen dat die lichaam wol wennen mag onder oergon.
Samar een oerke jeder eten, sliepen. Gewoon mensen hebben daar echt moeite mee. En er komen heel diep meer bewijzen dat het eens net seizoen is, die simmetiet. Nee. Daarom wordt er nou weer praat om die simmetiet maar uit te schaffen. Maar in elk geval dit hier nog, kistje nietje van een oerke langer ljocht. Hey, wat heeft zelf lauwe, de simmetiet of de wintertiet? Ik liever lauwe, denk ik. Simmetiet. Simmetiet. Simmetiet? De simmetiet. Waarom dan? Dat is lange boet en botsen. Ik vind het wel leuk. Ja? Ja, wel. Het verschil vind je wel leuk? Ja, wel. Het is altijd een ritme. Altijd een ritme? Nee, nee, is het de jongens langer locht. Ja. Wat is een biologische klok? De klok die bepaalt hoe sleept en wat die ritme op de dag is, wanneer iest en als moe is of net. Nou, dat is een klok die in de hersenen zit. Voor het sliepen en zo. En nog volle meer. Nog volle meer? En wat nog meer dan? Dat weet ik net. Oké. Okay. Ben je dan een moaasmeisje of een joensmeisje? Alle twaalf ambitie. Dat heb ik net heel erg, want dat is beetje verschillend. Beide eigenlijk wel. Ja, hè? Ik ben net echt speciaal jongens en net, ik net echt maas. Oké. Okay. En waarom is dat verschillend dan? Nou, hing het er van nou hoe ik me voel. Wat is een biologische klok? Nou, dat is een klok die in je hersenen zit. Hoe gaat het dan? Gaat het dan Geen idee. Jest hem net? Nee. Jest hem net tikje in? Nee. En just hem ik net? Nee. Oké. Okay. Ik zie hem goed sliepen, joh. Nee, toch een oors. Hoe zit dat met die biologische klok? Nou, de heeft dus deze klok mooi mijn naam, maar de heeft ik een klok echt in die lief zitten. En die klok in die lief, die vertelt hij dus eigenlijk hoe let het is, of hoe, of het al jongs is, dat sliepen must, of dat het juist miaas is, dat het wekker must, of men eerst honger krijgt. Dus al die dingen komen uit die lief zelf. Maar hoe weten wij dat dan? Hoe weet die lichaam dat dan? Dat biedt hij toch een aantal dingen jou tot het ritme aan. En dat kan bijvoorbeeld eten wijzen, dat kan jocht wijzen, dat kan beweging wijzen. Dat zijn de dingen die eigenlijk die klok goed zetten. Dus waar een klok achterin het robot rijk is, hebben wij dat in ons eigen holle dat we hem bij goed kunnen zetten. En wat had jocht dan te krijgen met uw biologische klok? Lucht komt via je eigen binnen en dan gaat het via zenuwcellen gaat het naar je hersenen toe en daar zit dus dat klokje. Dus lucht, hoe meer of hoe minder lucht, jongens of miaas, zei dus hoe let het eigenlijk is. Hoe dijs hebben dan vooral, mijn lampen hebben gierlucht. Dus dat is eigenlijk, nou ja, wat we de hele tijd rozen. Maar die lucht is mijn naam blauw lucht. Dat is die kleur meer. En blauw lucht kunnen dus ik foppen. Als wij jongens nog de volle blauwe jocht krijgen, dan denken wij dus dat het dan nog dij is. Nou is het vervelende is dat in eigenlijk in al uw beeldschermen, de telefoons is van tegenwoordig, de tablet, ja, de schermen, de tablets my bed en dergelijke, die jou dus eigenlijk het verkeerde signaal houden. Die zitten dus eigenlijk sinus eigen en daarmee het sinus klokje dat het eigenlijk nog dij is. Ja, blauw wekken. Ja, eens. Precies. En dat maakt het dus ik dat mensen heel moeilijk in sliep vallen als ze nog te lang met telefoons of met de tablet. En eten had dus ik wat te krijgen met je biologische klok. Eten helpt die om om te gaan. Dus als de miaas wekker bust, is het van belang dat ze snel mogelijk een goed ontbijt neemt. Want dan denkt die lichaam, hé, hey, ik krijg voeding, ik moet verbranden. En dan is het eigenlijk als het ware ongesteerd. Dus het is ik van belang dat de jongens net een let niet eten. Als het hun let is, denkt het lichaam, ik heb nog steeds energie oor. Om dan in sliep te kunnen vallen is best wel lastig. En maakt het dan uit vast iest? Ja, dat helpt zeker. Er zijn een aantal dingen die gewoon helpen om slipperig te worden. Dus bijvoorbeeld een kini helpt heel wat. De banaan die stof vast is, daar hebben we slipperig van. Oordingen die zwaar je ervan van, dat is meer ongesteerd. Bijvoorbeeld kroet eten of pittig eten, dat is natuurlijk wat heftiger om te verbranden. Daar krijg je het vaak een beetje warm van als dat is. En als het warmer is, dan denkt het lichaam wel van, ik ken nog van alles. Om slieten te kennen, is het eigenlijk een beetje koud nodig, dat is een beetje koud bewust. Dan denkt het lichaam wel, ik ken wat rustiger worden. Is het toch warm, Lenny?
Ja, ja, bewegen, dat maakt de temperatuur natuurlijk omhoog gaan. Als mensen gaan sporten, krijgen we het warm. En op Dijs is dat wel mogelijk, want dan is het fijn en dan ben je fit van en energie krijgt ervan. Maar als jongens nog te lekker sporten, dan krijgt het natuurlijk te warm. En ze hebben geleerd dat is mijn warme temperatuur net bij het sliepkist. Dus het is net verstandig om vlakbij te sliepen nog te gaan sporten. Het is het beste een eind met je sporten, maar dan moet je nog wat tijd genoeg hebben om weer een beetje oud te worden. De biologische klok is een interne klok. Die zit een beetje in die holle en die houdt aan wanneer het sliepen was, wanneer het wekker worden was, eten was. En drie dingen die er invloed op hebben in dat licht, eten en beweging. Hoe laat ben je morgens wekker? Nou, je mist al half vijf of zes uur. Hoe laat luister je bij het? Heel verschillend. Ongeveer? Gewoon negen uur. Waarom zou je betekenen? Nou, omdat mijn huid met het mut, ik wil graag mijn huid helpen. En hoe let je te wekker? Ik je wekker. Dat is geen wekker? Nee. Dat was een biologische wekker? Ja. En dat mooi hoor? Nou, mooi keivoer en zo. Of is mem niet een biologische wekker? Ja. Ja? Oké. Okay. Ben je op een borkerij? Ja, mijn mem maakt me altijd wekker. Oké. Okay. Dan zet ik hier aan. Ja. Kom maar aan. Maar ze squallen. Ja. En als je wekker bent, is het dan direct... Lena, ik ben er. Nou, net altijd. Nee. Maar soms wel. Dus je moet wel een beetje rustig gewoon. Ja. Pak je thee. Ja. Even zitten. Ja. Hey, en hoe zou het zijn als je een nachts werkje moest? Dat ken ik wel, denk ik. Ja? Maar ik zou het net heel leuk vinden, want dan mist de hele dag. Ja. Het lijkt me heel lastig als dan oerduimers sliepen en dan mist heel volle feestjes en zo, die bamboe, want die binnen meestal oerdui. Maar er zijn wel mensen die dat zo toch? Ja, mijn neef doet dat ik. Ja? Ja. Wat doet hij? Die doet vervoeren van stoffen of zo. Oké, okay, ja. En dan met die nachtrieten? Ja, en oerdui sliept hij. Ja. Zo zou de hele nacht opleeuw kennen? Jawel. Ja? Ja. Maak je? Ja. Oké. Okay. Ben je wel een beetje gek eens, hè? Eigenlijk zo. Ja, ik bedoel, je zult mijn muzikant wijzen wat of zo. Dan ben ik heel vaak nachts spelen. Ja. Is dat gek? Ja, want dan sliep ze thuis terwijl dan de meeste mensen kunnen werken binnen. Ja. Het is midden in de nacht en stil op stritten. De meeste mensen liggen lekker te sliepen. Maar sommige mensen binnen nachts aan het werk. Liek als in deze fabriek in Frentier. Deze machines maakt je aaidwarskes, wel 6 miljoen dwarskes in de week. De machines draaien om één stuk trof. We kunnen de machine stilzetten, maar om het dan weer op te starten, qua energieverbruik, en dat is alleen maar volle werk. Omdat we natuurlijk heel veel producten moeten maken, want er is gewoon heel veel vraag naar eierdozen. En als we niet altijd zouden draaien, dan zouden we daar nooit aan kunnen voldoen. Om al die miljoenen dwarskes te maken, matten de machines dus dag en nacht trof draaien. En dat betekent dat er nachts meestal een werkje matten om de machines te bedienen. Johannes en Jelte binnen juist te jong om 10 uur begonnen met werken. Dat is de tijd dat de meeste mensen naar bed gaan. In het begin was het wel lastig, maar als je er een tijdje in zit, dan gaat het wel aardig. Is het wel een sloeg nachts? Absoluut, absoluut. Ja, een normaal mens wil naast sliepen. Dus waar ik, ja, je kan je tien wat oppassen. Maar dan maar probeer je daar misschien eens even wat rust te pakken. Ja, ik vind het beter dan 's ochtends werken eigenlijk. Want ik kan niet zo goed wakker worden 's ochtends. Dus, mijn vorige banen, dan versliep ik me nog alles, dus ik vind het wel fijn eigenlijk. Aasen om 6 uur zit de tjist van Johannes en Jelte er weer op. De dag begint dan voor de meeste mensen met squallen of werk, maar net voor deze man. Ik denk douchen en dan gelijk op bed. Als ik een hele drukke nacht heb gehad, dan wil ik nog wel eens even op de bank zitten. Even een uurtje of een half uurtje, maar nu ga ik gewoon even lekker douchen en dan op bed. De binnenmeisken liet een heel soort nachten achter een waar werkje matten. Die biologische klok rekent dan aardig in de hobbel, want in lichaam wil nachts het liefst resten. In deze fabriek is daarom een speciaal schema bedacht. 2 dagen moois beginnen, 2 dagen middjes en 2 dagen jongs. En dan 4 dagen vrij. Dit schema werkt beter van die biologische klok. 5 keer nacht achter elkaar, dan krijg je echt een beetje een, hoe zeg je dat? Dan leef je niet echt meer, dan ben je alleen maar met werk bezig. Nou ja, omdat het twa is het gewoon die omschakeling, vind ik zelf heel kwaad. Zit je eigenlijk meteen weer in het goede ritme. Op deze manier is het nog lekker vol te houden, gewoon 2 keer ochtend, 2 keer middag, 2 keer nacht. Dus de overstap niet te groot. En dan hou je nog een beetje normaal ritme aan eigenlijk.
Het is hard seizoen. De meisjes van de dijdienst komen binnen en beginnen dadelijk te werken. Van Johannes en Jelte zitten nacht erop. Zij gaan nou naar huis. Lekker onder de tekens en lekker sliepen. Lekker sliepen, man. Lekker hoesjes. Juist, dan. Groep Zaan en 8 van de Arkie maken, want het is tijd van de Wilde Muziek. Ja! Het is net te leuk, zo snel als Boons Lange de vorige week de Wurden maken. Maar 29 seconden, Chase is dus nu op het eerste plak. Dus Rijtsum zit net meer op het eerste plak. Maar we zijn goed in maken en het wordt een makje van maken, want ze hakken wel de geletters. Zo maar even. De N, de S, de J en de U. En even omdraaien. En de L, de K, de K en de O. Jongens, ben je me klaar voor? Ja! Oké, dan start ik nou mijn biologische klok. En dan denk je het nou in. Kist je op Shin? Hoe let het is? Wat is dat? Ja! Een klok! Ja, een klok! Ja, 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 ja! Ja, ja oké! Het is net Mars, maar. Joes! Joes! Ja, Joes! Een onwet van sok is. Kous! 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 Ja, ik ga zo'n toast. Ik neem een grutte. Slok! Ja, slok! Slok! Dit is echt weer een supersnel team. Want ben je hoe die maken met wie een makje van maken? Maar ze staan net op een eerste plak. Want ze haalt 24 seconden! Yeah! En mij, jawel, 34 seconden staat de Ark van maken op een tweede plak! Yeah! En jongens, waarom ik dit weer te hebben? Dit is een beetje zwaar niet dat je een klokje goed rent. Dan check ik je voor de week weer. En dan ben ik op de tuin de fris kwallen. IV Morden! Hallo! De Arkie maken mis! Check!